Soms is het zo lek eigenlijk. Wil je schoen uitdoen? Ik ga één ding heel snel doen en dat is met dit te maken. Ik heb zo'n tijd geleden. Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker, ook net gedoucht. Ja, het is wel duidelijk te zien, denk ik aan mijn haren. Maar ik zit even lekker bij te komen, frontjes aan te trekken net. Ja, het is een prachtige weer vandaag, zo te zien. Even kijken, ja, en ik ga dadelijk even lekker een bakje koffie zetten. En even kijken hoe laat het is. 9:14 is het nu al. Dus je moet echt veel dingen veel achter de computer doen, dus dan gaan we het ook zo even doen. En wat ik ook ga doen is even lekker een horloge aanzetten. Horloge omdoen bedoel ik. Dus deze. Zo. Ik weet niet of jullie er ook al last van hebben. Ruzie met je horloge. Of wat dan ook. Ja, ik krijg hem bijna. Zo. Oké. Nul stappen gezet. Oké. Oh. Ik krijg een melding dat het gaat regenen. En waar? In Leeuwarden. Dus niet bij mij, gelukkig. Om 7 uur was het in Monniksveen. En 6:30 was het in Monniksveen. Oké. Dankjewel voor mijn melding, regenbui. Weet ik dat. Zo. Zo. Klaarmaken om even te editen. Laten we dat gelijk even doen. Het is nu aan Nice, maar gisteren was het droog. Ik zei nog, ik hoop dat het niet regent. Morgen, gisteren. Maar nou regent het nu wel. Ja. Ach ja, Nederland hè. Ik ga even richting Gouwplein. Ga ik even eten halen voor voor bovenop en voor mezelf. Wat ik al vanochtend voor mij zei. Gaan we nu even lekker richting Gouwplein. En echt pok weer is het gewoon. Minimaal. Baba. Kater gekregen. Maar aan de ene kant denk ik nu wel. Het is nu eigenlijk wel lekker om door de regen te lopen. Frissend. De relaxter is ook door de natuur. Oké, wordt getuterd. Oké. De relaxter is juist als het regent. Hoi. De relaxter is als het regent. Het goede ruikte gewoon letterlijk natuur. Letterlijk natuur, dat is juist lekker. Dan ruik je gewoon goed de bladeren, je ruikt goed de gras, noem maar allemaal op. Ja, en dat is lekker juist als je in de bos gaat lopen, vind ik. Ik ben alweer thuis en heb ik lekker de pizza al klaargezet. Lekker met bakje knoflook. Dat is lekker wat er is, bakje knoflook met bij je pizza. Dit is een lekkere pizza. Ik heb altijd de laatste tijd alleen maar tonijn. Waarom? Ja, het is mijn lievelings gewoon geworden. Ik weet niet sinds wanneer, maar ik weet niet, salami een beetje, ik heb al ook al salami gegeten, maar tonijn is mijn lievelings, ik ben een visliefhebber. En ja, ga ik wel lekker tonijn eten, pizza tonijn eten, met een lekker bakje knoflook erbij. En dan lekker YouTube kijken en zo, en lekker radio erbij, ja allebei tegelijk, ja weet ik. Maar ja, ach ja. Dus, gaan we even die pizza opeten. En dan in 3, 2, 1 is je pizza op. Boom, hoppakee, die is op. Wat heb ik heerlijk gegeten. Oh, die was snel op. Ik had hem in een kwartiertje op volgens mij. Wauw. Echt snel best wel, vind ik. Dus, oh, heerlijk muziek luisteren. Oké, pardon, voor die boers. Maar ik heb heerlijk YouTube zitten kijken, kijk nog steeds. En dan ga ik nu weer lekker verder van genieten. En dan, ja. Een guy die daar ligt te slapen. Die heeft altijd dat ze dekbed erop gehaald. Ik weet niet waarom. Maar ja, dat zal wel. En dan ga ik nu even lekker een glas rolgordijn beneden doen. Want ja, een uur of bijna 11 uur. En dan ja, ga ik weer lekker richting ook nog lekker relaxed gedaan te hebben. Heerlijk even met Vincent gebeld. Met Sanne gebeld. En ja, nu maar
Want Vincent zou even iets kwijt en dan heb ik even mee geholpen. Zoals ik er ben, ik ben een hulpzame type. En ja, wat ik trouwens ook heb gedaan is even de prullenbak schoongemaakt. Want die zag wel een keer al vies uit. Ik heb hem heel tijd niet schoongemaakt, dat ik alleen de vuilniszak ging vervangen. Dus ik dacht, ik ga even de prullenbak schoonmaken. Maar toen, eigenlijk belde op die moment ook Vincent. Dus deze kan in de was. En ik, zoals jullie zien, heb ik een wasje opgehangen. En heb ik heel lekker in de kast gegooid. Ja, gegooid. Gelegd eigenlijk, laat ik zo zeggen. Dus ik heb eigenlijk een beetje wezen relaxed eigenlijk. Dat heb ik eigenlijk meer gedaan. En wat ik erover had, die zak kan pas donderdag weggebracht worden. Dus dan doe ik dat ook. Maar ja, nu ga ik lekker YouTube kijken en zo. Ik had 2 vlogs online gegooid, dus ik dacht, waarom die even kijken. Soms is het zo lekker eigenlijk. Dan wil je schoen uitdoen. En dan voelt het zo opluchting als je schoen uittrekt. Zo, de knijters, dat voel ik nu pas. Ik trek net eerst de schoen uit. Oh, lekker dat mijn schoen adem en mijn voeten adem krijgt. Oh, het is wat lekker zeg. Ik weet niet of je die ook wel hebben. Dan kom je uit je werk bijvoorbeeld. Ga je lekker schoen uittrekken in je huis. En voel je zo opluchting. Dat heb ik nu. Oh, kijk. Wat is er, jongen? Kom eens. Oh, kom eens, jongen. Oh, jongetje toch. Oh, jongetje toch. Kom je even lekker buurten bij mij. Hé? Hey. Kom je lekker buurten bij mij. Die kan je toch. Hé, mijn grote vriend. Kom je even gedag zeggen. Hé? Grote vriend van me? Ja, lekker kroelen met mij, hè? Lekker kroelen met mij, hè? Oh. Dag, Raya. Ik loop nu hier beneden. Nou, hij loopt weer. Nou. Je zit altijd zo grappig, hè? Dat zijn echt wel typisch katten. Dan zit hij echt overal te snuffelen en overal daar. Hé, Kanya? Maar, kan jullie zeggen? Ik ga binnenkort weer naar langs Arie. Maar wanneer ga ik nog niet vertellen. Maar wordt gezellig. Ik heb al nu al zin om langs Arie te gaan. Een tijdje geleden natuurlijk. Dat is een week geleden bijna. Nou, minder dan een week. Maar ja, ik ga in ieder geval, laten we zo zeggen, ik ga binnenkort weer langs. Hé, Kanya? Ja. Dus ik ga nu, ben ik lekker YouTube nog steeds aan kijken. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Bungee. Dat je in de attractie. Dat heb ik vroeger met school ook wel eens gedaan. Dan ging, was er attracties. Ik weet niet hoe noem je dat nou, joh. Bungee jump over het water staat als titel bij Enzo. Maar dan ga je met zo haakjes. Moet je daar elke keer dat haakjes. Ik weet niet, even niet op de naam komen. Dan gaat hij klimmen, kouloteren en dan kan je ook nog zo laten glijden. Ik heb dat vroeger al heel vroeg op mijn school ook door gedaan. Laten we daarop houden. En dan lijkt me ook leuk om eigenlijk met het team net even anders te doen. Met z'n allen gelijk een bucketlijst te zetten. Een lijstje zetten van wat we allemaal gaan doen. En morgen weer natuurlijk met net even anders bellen. Nee, donderdag. Dus dat was het. Morgen woensdag alweer. Oh, morgen is het woensdag. Ik weet niet helemaal wat met de dagen in is met de war. Volgens mij lijkt het wel. Wauw, lekker bezig Sander. Ik ga één ding heel snel doen en dat is met dit te maken. Ik heb zo tijd geleden dat ik er iets aan gedaan heb. Maar ik dacht, weet je, ik ben er nou een beetje zat. Dan vragen jullie op, waar ben je zat op? Nou, mijn baard. Ik ben mijn baard zat, dus ga ik even mijn baard helemaal... Bart, ik wil mijn camera goed hebben, maar dan wilt u wel meewerken. Zie je het, jullie? Oh, mijn camera wil niet meewerken. Zo, dit is beter. Ja. Zo. Zo wil ik het hebben. Dus gaan we dat even doen. Ik zet even kraan aan.
Na het water voorlopen, jullie horen nu de kraan natuurlijk. En ik moet even hierbij. Zo. Ja. Ga ik even iets afhalen. Zo. En dan ga ik hem scheren. Dus laten we het gelijk even doen. En dan ga ik hem echt helemaal eraf halen. Zo, ik ga nog een heel klein beetje bijwerken en dan als ik de camera weer aan zet, klaar. Jongen, wat is dit wennen zeg. De knijters. Oh, dit is wel beter hoor. Wat lang geleden heb ik dit gehad. Echt ongelooflijk lang geleden. Maar ja, ik ben er blij mee. Laat even weten in de reactie wat jullie ervan vinden. Ik dacht, ik wil het een keertje af hebben. Vandaag ook 3 juli natuurlijk. Laat even weten nogmaals in de reactie wat jullie ervan vinden. Ik ga namelijk klaarmaken om namelijk lekker mijn bed in te gaan. Maar voordat ik dat eerst ga doen, wil ik iets laten zien. Kijk hoeveel haren eruit zijn gegaan. Ongelooflijk veel. De knijters. En dit is wat allemaal hier zo gewoon, hè? Letterlijk. In één kwam, wauw. Wat zoveel haar op mijn gezicht, wauw. De knijters. Ja, dan ga ik binnenkort even schoonmaken. Maar nu is het laat en ik ga nu lekker slapen. Wat ik echt tegen jullie wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, stop toch zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers via een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik zie op het moment dat het een beetje gaat regenen dadelijk. Want ik zie daar al helemaal donkere wolken. Als je het gelijk met daar zo. Er zit gewoon donkere wolken licht, die zit hierboven. Oh, ik hoop dat ik wel even te hoog thuis kom. Want ik zag toen ik net aan mijn werk kwam. Zal ik...